zomaar een trainingsjoen op sportcentrum Papendal. Het treien vriezen haar opmaatje voor een belangrijk weekend. De Grand Prix in Den Haag. Zeg maar, om die te kwalificeren voor de Olympische Spelen, was verschillende wedstrijden van. En ja, daar hebben we bijvoorbeeld Grand Prix voor. En dat is dan een ja, winstkest punten hel je voor de wereldranglijst. Punten scoren van Tokio dus. Maar binnen ze helder dan, die Spelen van 2020? Ik moet natuurlijk nog een hoop punten pakken, maar ik moet me zeker kunnen kwalificeren. Ja, er zijn natuurlijk verschillende toernooien waar je de punten op pakt. En op een Grand Prix krijg je een goede stap, meidje, ja. Ik denk dat Tokio niet per se heel realistisch is. Er is altijd een kans. Maar ik denk dat Parijs wel realistischer is. Olympische Spelen van 2024. Ik moet nog wel wat stappen, meidje, om echt daarvoor in aanmerking te komen. In ieder geval de wereldranglijst, want ik al een stuk omheen. Maar ja, goed, het wordt nog 2 jaar, dus ja. En als het bij de top sections is, ja, dan is het natuurlijk wie het beste van Nederland is. En dat komt dan, ja, dat kerst dan pas met Shen. Vraag is dus, binnen de vrouwelijke kleren van Takum Wiekein. Ja, mooi is zo echt wel een podiumplak wezen. Ja, er zit altijd een medaille in, hè. Ik denk wel, ja, ik viel me fit, dus we hebben net. Ja. Ik wil gewoon best in mezelf helpen, dat vind ik belangrijk. Ik hoop toch ook wel om op het podium te staan. Vorig jaar was dat gelukt. En nou ja, ook qua punten zou het heel fijn zijn als dat weer zou lukken. Ik denk dat er op zich best wel een kans is. Ik heb niet gekeken naar wie er meedoen, maar tot nu toe gaan mijn Grand Prix best goed. Dus ik denk dat er best wel een kans is.